Zomaar een rustig landweggetje. Maar wat gebeurt daar? Oeps, het gaat bewegen. Daar gaan we wat meer over vertellen. Bewegingen van de aarde. Nou, ik heb hier weer de aardkost. Huisje, boompje, beestje. Nou, alleen huisje in dit geval. En onder de aardkost, wat was daar ook alweer? Ik hoop dat je nog weet, de aardmantel. En in de aardmantel, daar treden die convectiestromen op. En nu is het zo dat de aardkost niet één geheel is. Nee, het bestaat uit aardplaten. Kijk, en tussen die twee aardplaten, ja, daar kan een beetje ruimte ontstaan. En dus kan daar bijvoorbeeld dat magma omhoog komen. En daar krijg je dan ook een vulkanisch gebied. Ja, vaak tussen twee aardplaten in heb je last van vulkanisme. Hoewel last, ach, het valt ook wel wat mee natuurlijk soms. Anders is het ook dat die aardplaten, omdat er convectie is, zullen die aardplaten dus een beetje meegeschoven worden en ze duwen elkaar, ja, ze duwen tegen elkaar aan. En omdat ze echt tegen elkaar aanduwen, ontstaat er een spanning tussen die twee aardplaten. Ja, het wordt steeds verder en verder tegen elkaar aangeduwd, totdat het genoeg is en dat de aardplaten niet meer houden en ze schuin over elkaar heen. En ja, dat geeft een schok. En dan krijg je een aardbeving. En die aardbevingsgebieden, die zie je hier op de aarde. Ja, dit zijn allemaal van die breukvlakken waar dus de platen tegen elkaar aan liggen. Ja, al deze dingen zijn allemaal, kijk, hier heb je Adriatische plaat, Turkse plaat, etcetera, etcetera. Overal zijn die aardplaten. En dat kun je ook zien. Kijk, laten we eens bij IJsland kijken. IJsland, er zit echt een complete scheur in het hele IJslandse land. En dat is die breuklijn. En het is zo dat inderdaad iedere keer, ja, een anderhalf tot 2 centimeter schuift het uit elkaar. Dus hè, in de verre toekomst krijg je dus dat je twee IJslanden hebt. Een ander belangrijk gebied is daar de St. Andreasbreuk bij Los Angeles. Ja, ook hier een ontzettend belangrijk economisch centrum voor de Verenigde Staten. Maar daar loopt dus ook zo'n breuk doorheen. En dat kan dus in de toekomst ook voor flinke aardbevingen zorgen. Het laatste wat ik nog even laat zien is daar het Himalaya-gebergte. Ja, omdat die twee aardplaten tegen elkaar aanduwen, ontstaat daar het Himalaya-gebergte. Dus het Himalaya-gebergte is ontstaan vanwege die bewegingen van de aarde. Weer de twee aardplaten en het magma stroomt daar door het midden heen en voor je het weet heb je weer zo'n mooie vulkaan. Maar waarom stroomt het? Hoe stroomt het? Wat stroomt? Er zijn natuurlijk verschillende vloeistoffen die kunnen stromen. Water stroomt behoorlijk makkelijk door zo'n opening heen. Als je stroop hebt, zal het al wat moeilijker stromen. En wat dacht je van pek? Pek is wel vloeibaar, maar ja, het stroomt wel ontzettend moeilijk. Daar gaan we naar kijken. Hoe stroomt het door zo'n kleine opening? En dat stukje gaan we even in detail bekijken. En dat is hier. Hier aardplaat 1, aardplaat 2 en hier de opening waar de vloeistof doorheen stroomt. De vloeistofstroom, dat wordt genoemd debiet. Debiet is hoeveel kubieke meter vloeistof stroomt er per seconde doorheen. Er zit ook een mooie formule natuurlijk bij. Hier staat die Q is het symbool voor debiet. En Q is dus dan het aantal kubieke meter gedeeld door de tijd. Kubieke meter per seconde. En dat is de eenheid van debiet. Maar waar hangt het debiet vanaf? Wanneer is het heel erg groot of wanneer is het heel erg klein? Allereerst heeft het te maken met hoeveel druk staat er eigenlijk op dat gat. Als er geen druk op staat, zal het ook niet omhoog stromen natuurlijk. Oftewel, de druk is van belang en druk is de kleine letter P, eenheid van druk, is Pascal. En Pascal is eigenlijk Newton per vierkante meter. Behalve druk is het gat natuurlijk ook van belang. Ja, als je een heel lang gerekt gat hebt en ontzettend smal, dan zal het moeilijker stromen dan dat het een redelijk kort gat is en ontzettend breed. En dat is te vangen in de stromingsweerstand. Ja, het gat bepaalt de weerstand die het biedt aan de vloeistof.
En het debiet hangt af van P en R. Het debiet is dan ook drukverschil gedeeld door weerstand. Een grote druk betekent een grote debiet, maar een hele grote weerstand betekent dus een klein debiet. En hieruit kun je, het is het verschil in druk in pascal, en R die stroomsweerstand. En wat is nu de eenheid van stroomsweerstand? Nou kijk, R is dus dan delta P gedeeld door Q, oftewel delta P is pascal, gedeeld door Q, dus delen door de eenheid van debiet, oftewel het is dan pascal maal seconde per kubieke meter is de eenheid van stromingsweerstand. En weerstand, waar heeft het ook mee te maken? Precies met de stroomsterkte bij elektriciteit. Stroomsterkte is ook dat iets stroomt. En stroomsterkte is delta Q, de hoeveelheid lading per seconde. Of je kunt I ook berekenen met deze spanningsverschil gedeeld door weerstand. En kijk eens aan, hier is ook drukverschil gedeeld door weerstand, spanningsverschil gedeeld door weerstand. Oftewel, dat is behoorlijk overeenkomend. En de weerstand bij elektriciteit, die kun je ook berekenen door weerstand, is rho, de soortelijke weerstand, afhankelijk van type materiaal, maal de lengte gedeeld door dwarsversnede. En die lengte in dwarsversnede kwam je ook weer tegen bij het debiet. Oftewel, je hebt ook bij het debiet dus te maken met verschillende type materialen en verschillende eigenschappen daarvan. Oftewel, het debiet is ook afhankelijk van het type vloeistof. En de type vloeistof wordt gekenmerkt door viscositeit. De viscositeit van een vloeistof die zegt iets over de stroperigheid hiervan. Viscositeit heeft als symbool zo'n mooie letter N, de eta. En voor water is, de viscositeit heel erg klein. Het is 1/1000ste. En je ziet hier ook meteen trouwens de eenheid van viscositeit. Stroop heeft een behoorlijk grotere. En die heeft al een viscositeit van 10.000. Niet 10.000, 100.000 zelfs. En PEC, die spant de kroon met 1 keer 10 tot de macht 11 pascal secondes. Stroperigheid van een vloeistof. Zou het mooi wezen als net als voor elektriciteit er geldt, R is, en dan het type materiaal, in dit geval dus de viscositeit, maal L gedeeld door A. Bijna. Dit is hem helemaal. Dus het is die bekende formule maal 8 gedeeld door r kwadraat. En als je het bij elkaar veegt en voor a vul je een pi r kwadraat in, de dwarsversnede, dan kom je op dat de stroomsweerstand te berekenen is met viscositeit maal 8 maal l gedeeld door pi maal r tot de macht 4. En dan krijg je ook meteen hier de eenheid. De eenheid kun je hier uithalen, heb ik ze net ook verteld natuurlijk, pascal maal secondes. Hoe groot is nou de viscositeit in die buitenmantel, in het magma? Nou, dit heb ik even van Wikipedia gehaald. En dan zie je dus dat de viscositeit, dit is trouwens een logaritmische schaal, dus niet dat die 2 is, maar dan zie je 10 tot de macht 2, 10 tot de macht 4, 10 tot de macht 6, etc. Maar het is ook afhankelijk van hoeveel siliciumoxide er in verwerkt zit en het is afhankelijk van de temperatuur. Nou, hoe hoger de temperatuur, hoe lager de viscositeit en op zich ook wel logisch, hoe hoger de temperatuur, hoe vloeibaar het wordt. Stel je voor, er is op een willekeurige plek ontstaat een aardbeving. Daar bijvoorbeeld. Dan zal die aardbeving zich uitbreiden. Het is een beving, dus het gaat eventjes op en neer. En daarna dooft het uit, maar die beving die breidt zich steeds verder uit over een heel groot gebied. En ergens anders is nog een beving, terwijl de beving zelf op zich al voorbij is. Stel je nu even voor, je hebt een huisje daar en dat huisje zit bijvoorbeeld op die plek. Ja, de lemmer is daar trouwens. We gaan weer even kijken wat er gebeurt. Aardbeving. En ja, daar in Lemmer zitten ze nog rustig een beetje bij de keukentafel. Een beetje te eten of te scrabbelen of wat dan ook. En plotseling komt de golf bij hun langs.
En ja, er is weer schade helaas. Die golf gaat er dus langs en daarna dooft die weer uit. Die golf, nou, die gaat zo langs. En de aardbevingsgolf gaat dus van links naar rechts. En het huis, die gaat op en neer. Nou, en dit noemen we een zogenaamde transversale golf. Bij een transversale golf gaat de golf horizontaal en de beweging is dan verticaal. Je hebt ook een ander soort golf. Dat is deze. Nou, dat is een aardbevingsgolf. En die zorgt ervoor dat de beweging samen met de aardbevingsgolf is. Dus de aardbevingsgolf is horizontaal en de trilling zelf is ook horizontaal. En dit noemen we een longitudinale golf. En die longitudinale golf die is sneller dan de transversale golf. Ja, die staat dus al anderhalf keer zo snel. Kijk weer eventjes naar het huisje toe. En je krijgt dus, stel je voor, daar is de aardbeving. En dan krijg je dus dat er twee golven langs komen. En het huisje wordt twee keer getroffen. Eerste keer door de longitudinale golf, want die is sneller. En even later nog een keer door de transversale golf. De longitudinale golven, omdat ze het eerst aankomen, noemen we primaire golven, afgekort met P-golf. En omdat de transversale golf als tweede langskomt, noemen we dat de secundaire golf, oftewel de S-golf. Stel je voor, er gebeurt een aardbeving. Ja, daar links is de aardbeving. De plek waar de aardbeving zich optreedt aan het oppervlak, wordt het epicentrum genoemd. Nu zal de oorsprong van zo'n beving niet aan het oppervlak liggen, maar ergens diep onder het oppervlak. En die plek, diep onder het oppervlak, dat wordt het hypocentrum genoemd. En vanuit het hypocentrum zullen dus de aardbevingsgolven zich verspreiden. Natuurlijk alle kanten op, 3D, en zijn ook ruimtegolven. En boven de grond, nou, daar treft het zich. En dan zal zo'n ruimtegolf zich transformeren in een oppervlaktegolf. Zo'n oppervlaktegolf is een stuk trager dan de ruimtegolven. Maar ze hebben wel een veel grotere amplitude, een grotere uitwijking. En door de grotere uitwijking zal er meer schade worden gecreëerd door de oppervlaktegolven. Die ruimtegolven die zullen ook de golven rechtstreeks naar het huisje toe laten gaan. Longitudinaal eerder dan de transversaal. En bij het huisje, als dat een meetstation is, dan kunnen ze het tijdsverschil tussen die twee golven opmeten. En het tijdsverschil is een prachtig instrument om de afstand te berekenen tussen meetstation en daar waar de golf is ontstaan. De afstand is ongeveer 8 maal het tijdsverschil en dan heb je het in meters. Hier hebben we ons kaart weer. Er zit een meetstation in Emmeloord. Die gaat het tijdsverschil meten en die weet dus dan van hey, op die afstand is blijkbaar de aardbeving. Maar ja, die afstand, dat kan natuurlijk alle kanten zijn dus. En Emmeloord weet alleen van ergens op deze cirkel zal de aardbeving zijn geweest. Dus we pakken nog een tweede meetstation, ongeveer bij Medemblik dacht ik. En die gaat ook hetzelfde meten en die komt tot de conclusie dat die ergens op deze cirkel rond Medemblik moet zijn. Maar dan heb je nog twee plekken waar het kan zijn, oftewel, jawel, nog een derde meetstation in Staveren en die meet ook. En dan krijg je dus dat op snijpunt van al die cirkels, nou en dat is dus daar, daar zal dus het epicentrum wezen van de aardbeving. Natuurlijk drie, hè, je hebt natuurlijk wel meerdere meetstations om het wat nauwkeurig te doen, maar drie is in principe voldoende. Hoe meet je een aardbeving? Nou, dit is een onderdeel. Een kogel hangt aan een draadje aan zo'n statief en onder de kogel is een rol papier. Tussen kogel en papier is een pennetje aangebracht. En het papier, dat zit op een rol. En een rol, die, wat doet het anders? Die rolt, die gaat een beweging uitvoeren. En als je beweegt, dan krijg je dus dat het pennetje een prachtig mooie streep over de rol doet. En als er geen beweging is, zal het mooie rechte streep wezen. Echter, stel je voor, het beweegt wel.
Ja, dan krijg je dus dat er op het papier niet een rechtlijn is, maar een uitwijking. En dan krijg je dus, de uitwijking is een maat van hoe zwaar de aardbeving is. En je kunt op deze manier dus een aardbeving traceren. Dit wordt een seismograaf genoemd. En zoals je hier getekend is, kun je horizontale trillingen ermee doen. Je hebt natuurlijk twee verschillende trillingen, horizontaal en verticaal. En verticaal heb je ook, en dit is een seismograaf voor verticale trillingen. De werking is eigenlijk hetzelfde als die van de horizontale trillingen. Dit is een seismograaf in het echt. Het lijkt er wel aardig op, hè? Een rol, en je ziet daar zo'n pennetje, etcetera, etcetera. En natuurlijk een mooi koffertje, zodat het makkelijk mee te nemen is. Dit is wat er uitkomt, een seismogram. En je ziet hier de tijd. En hier eerst een mooie rechte lijn en dan begint hij hier het eerst een beetje uit te wijken. En dat is dus dan de P-golf. Nou, de S-golf is de eerstvolgende en die hele grote, dat zijn de oppervlaktesgolven. Nu gaat dus vooral om P- en S-golf. Je meet de tijd tussen die twee op, dus hier in het geval 4,8 minuten, oftewel de afstand is natuurlijk wel de tijd in secondes, oftewel 8 keer, nou, etcetera, etcetera, oftewel het is op een 2,3 kilometer afstand. Hoe zwaar is een aardbeving? Dat wordt uitgedrukt in de schaal van Richter. Ja, hier staat die Richter. Dit is natuurlijk weer Binas tabel 30a. En belangrijk is hier om te zien dat we hier te maken hebben met een logaritmische schaal. Ja, als het Richter één keer omhoog gaat, ja, die gaat van 4 naar 5, dan is de aardbeving ongeveer 10 keer zo hevig. Dan kun je aan de energie zien. Ja, oftewel, de schaal van Richter is een logaritmische schaal. Nogmaals, als de aardbeving 1 sterker wordt in de schaal van Richter, betekent dat de aardbeving 10 keer zo hevig is. En dat heeft gevolgen. Kijk eens, een scheur in de muur in Groningen. Ja, Groningen wordt redelijk geteisterd door aardbevingen. Hier zie je allemaal aardbevingen variërend in een kleine aardbeving, minder dan 1 in de schaal van Richter, 1 tot 2 en zware aardbevingen, meer dan 2 in de schaal van Richter. Dat heeft natuurlijk niet te maken met de aardplaten die bewegen, maar met de aardlagen die bewegen. En dat komt weer door de gaswinning die daar behoorlijk invloed op heeft. Zo, ja. Dat dacht ik ook.